vorig jaar zijn we tijd gemaakt, want die ik nog wel weten. We hebben maar deze met de dorp. Maar wel weer. Met de kinderen en we gaan dat een beetje opbouwen. Dus dan kunnen we straks de handschoenen lekker laten rouleren. Geef die ook lekker door als je een keer aan de beurt bent geweest. En dan kan ook iemand een valkje. En dan denkt u, hé, dat is wel een heel klein torenvalkje. Nou, dat klopt, want dit is een Amerikaanse torenvalk. En die is een heel stukje kleiner als de Europese torenvalk die wij in Nederland hebben. Nou, hele mooie eigenschap van die torenvalkjes is ook dat bidden. Ik weet niet hoe deze vogel, hij zit er nu zo mooi dat kan die gauw eventjes hier komen, want anders dan kunnen we het alweer vergeten om een stukje prooi omhoog te gaan gooien. Daar is die al. Gerrit is in de ring. Hij gaat een stukje prooi boven zijn hoofd gooien en dan gaan we eens even kijken, de woestijnbuis zit te balanceren daar, of die het stukje prooi kan gaan vangen. Let op, daar komt hij en daar gaat een stukje prooi en omhoog en wauw, geweldig. Hij greep dat met de klauwen uit de lucht. Ik hoop dat u dat allemaal zag. Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder, want ik zal verklappen, hij is hier eigenlijk helemaal niet goed in. Meestal heeft hij hem de derde keer pas. Ik kan nu even wennen aan het licht en ik ga u nu ook weer waarschuwen. Pas op uw hoofd. Het kan zijn dat hij vlak over uw hoofd heen komt. Die valk die kan natuurlijk ontzettend goed zien, hè? Anders ging straks ook die andere valk niet mee met de ballon. En dan moet hij ons dus weer gaan zoeken hier. Hij ziet ontzettend goed, maar het kan zijn dat er in één keer een hele rare windvlaag komt. Die valk toch een beetje naar beneden toe drukt. En dat u gaat raken. En dat doet hij dan niet expres, maar dat komt puur door de wind die dan eventjes niet helemaal meewerkt. Daar gaat hij. En dan gaan we dus de loer draaien. Nou, we gaan hem met z'n allen goed in de gaten houden, want het vliegen van zo'n valk, ja, dat is toch altijd een veel groter risico. Want die gaat hoog vliegen en die gaat ver vliegen. Ja, en die gaat natuurlijk de omgeving verkennen. Nou, en dan kunnen we hier ontzettend ver kijken en dan presteert hij het om gelijk achter het gebouw te verdwijnen. Was hij die kant op gevlogen, dan bleven we hem constant zien. Maar kijk eens even, daar
daar zit hij weer. En we gaan afwachten of hij zometeen een aanval in gaat zetten hier op die loer. Op die nepprooi bij... Komt, die gaat die aanval inzetten. En wat zagen we gebeuren? Die klauwen die gingen al naar voren toe om die prooi te stoten. Gaat hij weer een keer. Hij wil dus proberen die prooi te grijpen, hè? Die loer. En het is mooi als die klauwen al naar voren gaan, want dan denkt die valk, oh, die had ik bijna. Als ik de volgende keer nou nog eens iets sneller ben, dan komt hij weer. En zo kunnen we die valk die vleugels helemaal strekt en dan van het ene puntje naar het andere puntje toe. Dat is de spanwijdte. En dat is dus 1,5 meter van deze prachtige uil. Hij weegt maar liefst 3 kilo. Het kan zijn dat u hem toch een beetje zwaar vindt. Het is belangrijk dat die vuist het hoogste punt is. Ze zitten graag op het hoogste plekje. Laat u de hand zo naar beneden zakken of de hele arm, dan loopt hij omhoog richting de schouder. Dus hou hem omhoog en eventueel de andere hand eronder. Bovenuit. Het is best een heel gewicht, zo'n 5 kilo ongeveer. En huppatee, zonder aanloop, hou de arm goed stil. Een roofvogel die kan zich heel makkelijk vastgrijpen aan een wiebelende arm. Ook in de natuur, aan een tak als het waait. Maar deze vogel die kan dat niet zo goed. Dus hoe stiller we de hand ook voor in Oeganda. En daar zijn ze zo trots op deze kroonkraanvogels, dat het nationale symbool is van Oeganda. Hij staat én op de vlag én in het wapen. Nou, en nu zijn ze echt ontzettend beschermende ter wereld. Een spanwijdte van zo'n 2,5 meter. Dus dat is flink. Als u goed naar zijn verenpak kijkt, als hij zometeen weer gaat vliegen, dan kunt u ook zien, hij is flink aan het ruien. En dat verneemt hij ook op het moment. Dus we gaan gewoon eens even kijken wat hij ervan gaat maken. Misschien wordt het een iets kleiner rondje als normaal. Maar ja, daar moeten we daarmee doen. Want dat is de natuur. We willen altijd graag de natuurlijke vlucht van zo'n arend laten zien. Dus we vliegen hem eigenlijk nooit een heel klein. Dus we gaan eens even kijken. Blijf alsjeblieft op uw plekje, anders wordt het gevaarlijk. Op uw plekje blijven. Hij is alweer vlak in de buurt. Ja, kijk eens eventjes. En daar zit hij op de handschoen. Nou, als we de kring weer eventjes helemaal mooi maken, dan kan Gerard ook langs oplopen. Dan hebben we genoten van de prachtige vlucht die hij gemaakt heeft. Maar... Ze moet weer weg. Bye.